150 artiesten hebben weer een heel jaar hard getraind om aan u een nieuwe kunst te kunnen presenteren. Ik ben er trots op dat ik als reekstelmeester deze show aan u mag presenteren. Ja, voor de camera, waarnemend burgemeester Yves de Boer. De première van Jeugdcircus El Grigio. Ja, voor mijn première, in de première, dit was een geweldige middag. Geweldig. Ja, ik heb genoten, samen met mijn echtgenoten. Moeite waard om hier een zondagmiddag in Haren te vertoeven. Het enthousiasme, de kwaliteit, de kleding, de entourage, het is helemaal top. Hooggeëerd publiek, hartelijk welkom. Fijn dat u er allemaal bent bij deze eerste officiële Rode Lopen première. Wij vragen onze artiesten erbij, onze hoofdrolspelers van de show Shine. Een hartelijk applaus voor onze artiesten. Spreekstalmeesters van El Grigio 2019. Ja, dat klopt. Ja, ik speel Bas in de show als hoofdrol met Sam. Ja, en Sam, wat doe jij? Gewoon uit de piste komen en lijken of ik meedoe. Maar ik doe ook mee. Want jij bent eigenlijk iemand die in het publiek zit en eigenlijk ook bij het circus wil, hè? Ja. En wat is jouw circusnaam? Sammy. Ja, en dan samen met Bas, hè? Ja. Jullie doen heel de show presenteren, hoe is het? Ja, het ging vandaag ook weer goed en het is gezellig, toch? Ja. Is het leuk om samen te presenteren met Bas? Ja, best leuk. We hebben vandaag de première, 58e jaar Jeugdcircus El Grigio, de première van de show Shine. Dat klopt, we hebben vandaag de eerste officiële première gehad, de Rode Lopen première bij El Grigio in 58 jaar. We zijn zeer tevreden over de eerste première, zo zeg maar. Bijna 500 bezoekers in de tweede show, dus we mogen niet klagen. Ja, hoe waren de reacties van de mensen? De reacties zijn eigenlijk unaniem positief, erg enthousiast. En ze zijn dik tevreden over wat wij bieden. Hooggeëerd publiek. Beste jongens en meiden, kom allemaal naar onze show Shine van Jeugdcircus El Grigio.